Goedemorgen dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Het is vandaag 1 februari, een nieuwe maand en nieuwe kansen dus. Ik las dat veel mensen last hadden van januari, dat voor veel mensen januari heel traag ging. Voor mij was dat persoonlijk niet zo. Ik vond januari best een leuke maand, alhoewel ik dat de afgelopen jaren ook wel best een lange maand vond. Omdat, ja, het is gewoon een nieuw jaar, er gebeurt niet veel, winterperiode. Maar alleszins, nieuwe maand dus, februari. En binnen enkele dagen gaan we op vakantie, dames en heren. Bo en ik gaan naar Spanje, we gaan haar papa bezoeken, die woont daar. Bo is nu zelf nog haar laatste examen maken in school. En ik word gebeld. Maar als het goed is, is hij binnen enkele minuten al klaar zelfs. Want ze is vroeg vertrokken deze ochtend. En dan heeft ze gewoon haar laatste examen gemaakt. Dus heeft ze eigenlijk vakantie. En daarom dat we volgende week ook weggaan. Dus daar heb ik super veel zin in. Hier schijnt het zonnetje ook al lekker. Maar waarschijnlijk is het in Spanje nog beter weer. Nog warmer. Want ik had gezien dat het daar rond de 20 graden ging zijn. Heerlijk. Dus daar heb ik super veel zin in. Wow mensen. Ik krijg zo net bericht van Bo dat ze gewoon in de file zit. Hier in de buurt door de staking van de boeren. Ik weet niet of jullie het hebben gezien. Het is overal op het nieuws dat ze hier in Vlaanderen aan het staken zijn. Alle boeren gaan met hun tractors op de weg eigenlijk gewoon de weg blokkeren. En voor als je niet weet waarom dat is, dus omdat ze niet akkoord zijn met het Europese milieunormen en omdat de inkomsten te laag zijn. Dus gaan ze even staken, al een paar dagen trouwens. En Bo stond er net al in de file, waar zelfs geen aankondiging van was geweest dat ze daar gingen staken. Maar ja, ze rijden gewoon overal rond. Het ergste is hier nu in de buurt. Op het Klaverblad in Lumme, op de autostrade, daar zou het echt volledig vaststaan, al van deze morgen. Er zijn ook een paar ongevallen gebeurd, al jammer genoeg, wat ik had gelezen. Een vrachtwagen die was ingereden op de file, zeg maar. Dus dat is niet best. Dus we moeten even kijken hoe laat Bo gaat thuiskomen. Want dat ze zei dat ze echt vast zat in de file. Er moest ook brandweer door. Het was echt chaos daar. Dus we zullen zelfs zien als ze thuiskomt. Dan zal ze wel uitleggen wat voor chaos het was. Hey, schatje! Hallo. Hoe was je examen? Ça va? Thuis geraakt? Maat. Was het zo druk? Ga niet de baan op. Nee? Je ziet alleen maar camions. Maar camions? Het zijn tractors toch die protesteren? Ja, en daardoor moeten die camions allemaal tuurlijk. Ja, dat is waar ook, want de autostrade is helemaal afgesloten, mensen. Dus alle vrachtwagens en auto's moeten nu binnen doorrijden, dus... Daarom was er dus eigenlijk een super grote file door gewoon al de vrachtwagens die omreden. Kijk eens, nieuwe bolletjes gekregen van Bo, want die waren op. Ik had deze morgen de laatste opgegeten, dus nu heb ik weer fresh nieuw ontbijt. Ik had bij Rachel's hand officieel gekocht voor de auto. Oeh, ja. En ik goed, kreeg dit zomers. Gratis. Wat, jou? Ja. Yeah. Nice. Omdat en hoe was uw examen? Ja, goed. Ja? Typisch antwoord. Nee, oké, dan moeten we vandaag gewoon niet de baan opgaan. Ja, papa, het is wel heftig. Ja? Eigenlijk wil ik het zien. Je stoort je gewoon, want die camions die rijden hier overal 50 of zo. Ja, mocht er ook maar 50, hè. Goed op de baan. Ah nee, daar niet. Maar ja, inderdaad, het is gewoon veel hinder op de baan. Dus misschien best vermijden. Maar ja, ik ben zo'n ramptoerist, ik wil dan altijd naar zo'n dingen gaan kijken. Dat zal ik misschien mijn best niet doen. Kijk eens aan, dames en heren. Fiets staat gewoon nog eens buiten. Het is prachtig weer, dus... Gaan we even een fietstoertje maken. Let's go. Kijk eens, Bo ook mee op de fiets. Oh, ik ben mijn zonnebril vergeten, besef ik nu. Allee, ik zei het zo. Ja. Hoe lang hebben we al niet meer gefietst zelfs? Ja, heel lang. Dat is echt gek. En dit is ook echt een fiets van 100 jaar oud, maar die fietst zo goed. Volgens mij is die echt letterlijk 100 jaar oud. Maar die fietst echt top, dus heerlijk dit. Zonnetje erbij. Lekker fietsen. Met die chacoche aan het stuur. Ja. Terug thuis, dames en heren. Even heerlijk gefietst. Dat was fijn, hè? Ja. Was al echt lang geleden. Ik dacht even van... Heb ik zelfs ooit al in de dagelijkse vlogperiode gefietst? Maar ik denk het wel in de zomer. In de zomer hebben we sowieso wel een keer gefietst. En ik kan me nog herinneren, denk ik, dat ik dat ook al gevlogd heb. Maar het was lang geleden, dat wel. We hebben echt al heel lang niet meer gefietst. Maar was wel fijn even. Wat gaan we nu doen? Eten zoeken. Ja, we weten niet zo goed wat we moeten doen, hè. Het is wederom een saai dagje vandaag. Ja. Het is gewoon... Na de examens en dan denk je zo...
Wat nu? Ja. Wat nu met mijn leven? Ja, morgen hebben we wel gelukkig iets opstaan. Dan zijn we uitgenodigd in Gent. Dus ik ga waarschijnlijk ook iets eerder gaan, zodat we een beetje Gent kunnen verkennen. Dus dat wordt sowieso wel leuk. Alleen ja, vandaag. Wat kunnen we vandaag nog doen? Het is donderdag vandaag. Er is niet veel te beleven gewoon. Nee. Ik weet wat we kunnen doen, dames en heren. Als eerste de BFM hoodie terug aantrekken, want die heb ik gemist. Die heb ik gisteren niet gedragen en de hele voormiddag niet. Dus eindelijk terug aan. Oeh. Oh. Kijk. En Bob heeft een nieuwe handje. Kijk eens. En dan gaan we even naar de winkel rijden om eten te halen, want ik heb even zin om te koken. Dus ik heb een leuk gerechtje uitgezocht op TikTok. En dat ga ik proberen maken, dus daar heb ik super veel zin in. Geen muurtje. Doe je hand zo eens, want die hangt een beetje aan. Ruiken? Ja, ik heb het toch daar straks al geroken. Besef mensen, als het zo goed weer is, dan zie je eigenlijk hoeveel vliegtuigen er vliegen op een dag. Wauw. Gek om te zien, wel mooi. Je ziet het heel goed op beeld. En wij binnenkort ook weer, hè? Ja, niet meer lang niet. Volgende week. Zin in. Inderdaad. Hallo, we hebben ajuin, paprika poeder, filifili. Rol. Dat is ook alleen nog... Ja, we zoeken eigenlijk olijfolie voor warm gebruik. Hoe zie ik of dat voor warm gebruik is? Lezen. Kijk, hier staat het. Voor in de pan. Pak even met look. Ja, lekker. Kijk, wat heb jij allemaal vast? Ja, we hebben al van alles vast, dus... En ik eet niet eens mee, dus... Nee. Ik ga het wel proeven, hè. Ja? Sowieso. Ja, Boy eet niet mee, want die eet bij haar mama. Ja. Maar ik ga dus voor mijn eigen koken. Ah, nee. Oké, laten we gaan afrekenen. Zo, we hebben alles. Ziet er al heerlijk uit gewoon om dat te kopen. Lekker eten maken. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het heel lekker gaat zijn. Als je het maakt zoals op de TikTok. Ga ik ook zeker doen. Ik ga het zelfs nog beter maken. Ben ik wel jaloers hoor. Ja, dat snap ik wel. Amai. Dat snap ik. Kan ik in komen. Ja goed, op naar huis en dan ga ik lekker koken. Neem je de kijkers mee? Ik ga de kijkers zeker meenemen. Ook dat wordt dus een lange video. Hoezo zeg? Denk je dat het zo gaat falen? Dat eigenlijk ook de dessert moeten maken. Ja, kan nog steeds hè. Ik kan nog steeds ijs uit de diepvries halen. Inderdaad, hebben we nog ijs in de diepvries met muizenstrontjes of zo. Ook lekker. Kruimels. Ja, muizenstrontjes. Welke namen heb je daar allemaal voor? Ja, ik zeg kruimels tegen muizenstrontjes. Ja, ik zeg muizenstrontjes, maar je hebt hagelslag. Hagelslag, oh my god. Ik was deze morgen ook, mocht ik dat ook zeggen denk ik, en toen kon ik er ook niet opkomen. Hey kijkertjes, ik heb jullie even in de boodschappen gestopt. Ja. Staat niet aan. Ja. Hallo. Even kijken. Gaan we weer eens uitpakken. Hallo. Bo gaat er vandoor. Ja. Tot straks. Tot straks. Ik kan niet wachten tot ik het kan proeven. Ja, of als het niet op is. Op? Ja. Je gaat toch alles opkoken? Ja. Kijk eens naar die pasta zien. Ja, dit is de pasta die ik ga gebruiken. Van Duitsland. Ik heb er echt zin in om dit te maken. Dus... Ja, ik ben gewoon benieuwd. Alle ingrediëntjes hier, dit ziet er ook gewoon al healthy uit, dus ik heb er echt zin in. Wat? Zit je thuis? Ja. Ik denk dat er nog een paprika in je koffer ligt. Echt? Ja, ik heb alleen de groene. Schatje, ik ben net hier. Oh, nee. Ja, dan weet ik niet. Ja, wil je even kijken, Sebes? Ja, is goed. Oké, anders ligt hij nog in de winkel. De winkel? Ja, misschien heeft hij dat er niet bij gestopt of zo. Ga kijken, goed? Oké, merci. Nee, oh mijn god mensen, ik pak hier de ingrediënten uit, zie ik dat ik alleen een groene paprika heb. De rode mist. Ah ja. Nee. Ik heb een stuk feest aan mij. Oh my god. Kijk dit, daar ligt die. Je wilt die niet terugbrengen. Ik moest voor 6 uur hier zijn. Oh. Ja mensen, jullie zagen het, dan wordt het zonder rode paprika. We moeten het alleen doen met de groene en dat is het dan voor groente. Oké, okay, goed. Anyways, laten we beginnen. Ik heb hier alles een beetje opgesteld. Wacht, de room mist nog, dat is dit. Dit gaan we allemaal gebruiken, wat hier allemaal staat. Dus ik heb er super veel zin in. Ziet er echt nice uit, nu al gewoon. Ik heb nog niet eens bereid. Zo, de kip is al lekker aan het bakken hoor, dames en heren. Kijk eens aan, ziet er toch echt heerlijk uit. En ik vind het echt super fijn om even weer te koken. Ik doe dit eigenlijk super graag. Alleen, hoe moet ik dat uitleggen? Op een doorsnee dag, als ik gewoon veel dingen te doen heb,
dan zet ik dit niet zo hoog in de categorie van dingen die ik moet doen. Dus dan ga ik liever iets eten of iets uithalen of iets in de oven of weet ik veel wat, iets wat sneller is. Omdat dit, ja, koken neemt best veel tijd in beslag. Dus doe ik soms liever gewoon andere dingen zoals editen of nog werken op de laptop in de plaats van koken. Maar ja, nu wil ik toch niks te doen. En ik vind koken eigenlijk super leuk om te doen. Dus ja, zijn we weer lekker bezig. Oh mensen, het ziet er misschien niet zo super lekker uit en misschien ook niet helemaal als ik dat gezien op TikTok. Maar ik heb even geproefd en het proeft echt heerlijk. Dus Bo gaat echt jaloers zijn dat ze er niet is vanavond. Maar kijk eens even, ik vind het best goed gedaan hoor. Wat er nu allemaal in zit is eigenlijk gewoon kip, paprika, ajuin, tomatenpuree en één busje room van deze. Ik ben wel aan twijfel of ik er niet nog een beetje moet bij, want het is best dik. Maar maakt in principe niet zoveel uit. En dan ga ik hier nog de pasta koken. Die er dan nog bij doen en dan is het klaar. En natuurlijk heel veel kruiden bij gedaan. Cayenne, deze. Pili pili, deze. Ja, en gewoon zout en peper, deze dus. Dus wordt wel lekker dit hoor. Ik ben echt trots op mezelf, nu al gewoon. Ja hoor, het is klaar. Kijk eens hoe lekker dit eruit ziet. Oh, hoor dan. Ja, dit is gewoon het geluid van goede pasta. Dus ik ga lekker smullen. Camera dampt er helemaal van aan. Super blij en laten we eens proeven. Gaan we, kleine taste test. Ik heb hem lekker pikant gemaakt, dat heb ik al graag. Helemaal top mensen. Lekker avondeten. Zo mensen, lekker gegeten. En kijk eens, ik heb alles al clean opgeruimd hier in de keuken. Even lekker gepoetst, dus het ziet er weer helemaal spik en span uit. En als het goed is, komt er binnen enkele minuten of seconden zelfs weer een gast. Genaamd Joran. Die is pas hier geweest en die komt nu even terug. Als het goed is, hoor ik hem aankomen zelfs. Komt even chillen. Hoor dan. Ah, daar is stoelen ook al. Oh, maar goed dat ik zo'n grote parking heb. Vooral die auto's hier altijd. En daar is Joran. Zo dames en heren, zitten we weer in de knapste auto. Die zelfs van mijn dingen. De mooiste auto van de wereld. Nee, bijna toch. Ja. Nee, dat is wel. Goed, ja. Ja, of RSS. Van hetzelfde. Ja, het uiterlijk is gewoon knap. Ik heb hier... Gaat om het innerlijk. 4 dagen geleden een testrit in gemaakt, die views zijn crazy gegaan. Moet je opnieuw een testrit dan boeken? Nee, we zijn even onderweg met Joran terug. Toeler rijdt achter ons, oftewel Jonas. Daarachter rijdt Siebe met Senna en die willen even allemaal foto's van hun auto's in een mooie garage met mooie belichting. Dus ik heb een camera bij, zoals altijd, en gaan we even mooie foto's maken. Dat zou erg zijn als vlogger geen camera bij hebben. Dat zou erg zijn. Dat klopt er toch eens niet. Nee, maar gewoon meer dan 2000 views op die vlog. Hè? Ja, ik zie het. Ik heb een effect op mensen. Dat is echt. Of misschien de auto. Dat kan ook zijn. Ja, wil je gewoon zeggen dat ik die auto moet kopen? Dat is het gewoon. Ja, daar komt een paaltje op puntje neer. Paaltje bij puntje. Paaltje bij puntje. Oké, okay. We leren er weer veel bij vandaag. Zijn we dan mensen in de parking? Hier, door deze mooie lichtjes hier komen mensen hier altijd foto's maken van hun auto's. Dus dat gaat Senna nu ook doen. Die gaat zijn auto zetten en gaan we even een paar mooie beelden maken. Komt ie. Helemaal gedetailed ook, kijk eens. Echt clean wel. Poh. Oh joh, mensen, kijk eens wat we hier tegenkomen. Gekke Ferrari. Ik zou niet weten welke het is, maar het ziet er wel heel vet uit. Ook wel een nice kleur. Oké, mensen, ik heb even verder opgezocht welke Ferrari dit is. Want ik moest het weten, ik vond het best wel cool uitzien. Dus ik heb even opgezocht en het is blijkbaar de Ferrari SF90. En die kost bijna 500.000. Wat? Gewoon begint vanaf de prijs 450.000 euro en kan oplopen tot 1 miljoen. Dus besef even, dit is zo'n uniek plaatje hoor. Dus dit was wel even vet om te zien en te spotten daar in de garage in Hasselt. Zo dames en heren, even mooie fotootjes gemaakt van iedereen zijn auto, maar ja, dit blijft gewoon mijn favoriet. Holy shit, ik ben zo verliefd op dit model, what the fuck? Ik kan niet geloven dat ik er gewoon weer bij sta. Echt heel sick. Die zwarte velgen ook. Oh. En het interieur. Blijft zo sick om te zien, hè. Echt, oh, kijk dit dan. Echt prachtig. Zo, zijn we lekker thuis. Even foto's gemaakt met de boys dus van hun auto's. Dus die zullen wel blij zijn als ik die ga doorsturen. Nu ben ik thuis dus en ga ik er even 2 kruikjes warm maken voor Bo. Allebei. Want ja, ze had er zin in en deze is eigenlijk van mij. Maar ik heb er even geen nodig, dus dacht ik er gewoon 2 maken. Dat is nog chiller. Nog warmer, dat is nog fijner. Dus dan pak je weer lekker warm water een beetje. En voordat er mensen gaan commenten, ja, ik weet
dat je geen kokend water in kruiken mocht doen. Daarom doe ik die ook gewoon even opwarmen en niet helemaal tot die kookt. Want Bo heeft me ooit verteld, als je kruikjes kookt of kokend water in doet, dan kunnen die blijkbaar ontploffen. Dus dat willen we niet. Dus klikken we deze aan, een paar minuutjes. Of ja, een paar minuutjes, gewoon even een paar seconden tot dat wat warmer is als gewoon kraanwater. Wat eigenlijk ook normaal gezien al genoeg is, maar zelf graag iets warmer en Bo ook. Dus gaan we dat erin doen. Dames en heren, als je hoodie nog niet gekocht hebt, ga even naar de BFM shop. Koop je hoodie als je die vet vindt. De pre-order blijft tot eind deze week openstaan, denk ik. Dus tot dan kun je nog bestellen en dan gaan ze sluiten. Dus als je deze vlog nu hebt gekeken en je denkt van wow, die pul die BFM aan het dragen is, die vind ik echt vet met BFM op. BFMshop.be, daar kun je in bestellen. En ja hoor mensen, ik was gisteren weer de vlog vergeten af te sluiten. Dus ik doe het nu even. Vergeet niet te liken hier beneden, vergeet niet te reageren en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Bestel je hoodie op BFMshop.be als je die super vet vindt en je wilt zelf een hebben. Ga dan naar bfmshop.be. Ik zie jullie morgen weer. Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren. En zie ik jullie morgen weer in een gloednieuwe vlog. Ciao!